En dan nu. De zes tips. Yes. Ter afsluiting. Voor de broodjes. Voor Dat alle mensen die het hebben volgehouden door alle confrontaties die ze hebben meegemaakt in deze afgelopen anderhalf oh, oh jee. uur. Oh, I suck. Oh, oh, oh. Alle mensen die hun milkshake nu net aan de ja. kant hebben gezet. Oké, okay, de, de, de zes tips voor uh, mensen die luisteren naar Wilde Haren de podcast en morgen willen, willen beginnen aan, een, uh, aan, een, uh, aan de verbeterde versie van zichzelf. Ja. Okay. Wat zou jij zeggen? Waar, waar... Nou, nummer één, zorg dat je goed slaapt. Okay. Zorg dat je uh, in je bioritme dat je goed naar je bioritme luistert. Ja, wat, dus doe overdag wat je normaal... Wat, ja, wat overdag, overdag de actieve dingen. En s'avonds, wat wij nu doen, is eigenlijk hartstikke slecht. En nu, is het, nu is het eigenlijk... Yeah. Is het, de, het niet uit. meer overdag? Wow. <laughs> en we zitten in het felle licht. En, uh, of wat mensen natuurlijk nog vaak doen... op hun telefoon kijken, dat blauwe licht... van een computerscherm. Dat, daar gaan ook heel veel mensen de fout mee in. Dat geeft allemaal jouw lichaam het seintje. Maakt het uit of je die geel lichtfunctie op je telefoon zet? Ja, zeker. Oh, je kan uit. blauwe licht eruit filteren. Dat doe ik ja. met mijn computer ook. Dus dat ook. is wel echt legit? Dat ja, is ja, ja, ja. dat, dat ja. vind ik echt een hele mooie, mooie tool om te okay. doen. Ik zit ook s'avonds nog op mijn computer, maar daar heb ik wel het blauwe licht eruit. Je ja. hebt zo'n gratis app die je kan downloaden, Flux. En uh, dat zorgt ervoor dat je lichaam tot rust komt. Ja. Wat jij ook zei, als je heel druk nog zit te praten met een podcast, dan ben je helemaal nog hyperactief. Ja. En dat is helemaal niet erg, weet je, of als je nee. een keertje uitgaat. Of, uh, maar dat moet je niet elke dag doen. Ja, dus als je als, als je zo als ik zo meteen als dit, thuis kom, steek de kaarsen aan, zet de ja. grote lichten uit. Ja. Uh, zet Heb je iets, nog een, een gezellig gesprek met je vriendin. Als je iets aanzet, als het muziek is of wat, dan zet het niet te hard. Ja. Ja. Uh, en dat soort dingen. Precies, ja. Dat is precies wat jij zegt. En uh, ja, je wil... Drink de juiste thee. Ja. Geen cola. <laughs> er zit geen suiker in deze cola. Er zit echt geen suiker in deze Maar wel cola. cafeïne misschien? Dat wel, ja. Ja, ja dan ga je al. Ik heb niet veel slaap nodig. <laughs> oh zit. Nee, ja, misschien slaap ik uh, heel lang. Ik uit, ben heel druk omhoog. Nee, hebt, uh, nee Misschien heb je gewoon een heel ander ritme. Dat nee, kan nee, het nee, helemaal ook. Dus, nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Nee, je wilt dat dus, dat is belangrijk. Ik zei nog, Twan. Nee, aflevering geen cola. <laughs> <laughs> um, dus ja dat Zo dat meteen is wel meteen een keizerbroodje eten <laughs> nee ook niet oh, nee. dus je lichaam wel um, die rust geven de balans ja. vinden tussen activiteit en rust dat, dat is heel belangrijk um, dat waren er al drie tips volgens één. mij oh sorry oh. Nee. Dat is slapen alleen. Toch? Slapen was ja, niet ja, ja. slapen. Ja, sorry. Ik heb wel allemaal dingen. Uh, niet de schoen. hele dag door eten. Dus niet. Uh, daar gaat mijn boek Intermittent fasting natuurlijk over. Shit, dat hebben we helemaal niet gehad. <coughs> de volgende podcast. Ja, graag. <laughs> de, um, we denken natuurlijk vaak oké, okay, als we wakker worden, moeten we eten. Dan moeten we een tussendoortje eten. En dan gaan we weer lunchen. En dan gaan we nog een keer. En dan s'avonds gaan we ook nog wat eten. We zijn eigenlijk dan de hele dag door aan het eten. En je lichaam moet ook daar af en toe rust in krijgen. Ook die darmen, ook je immuunsysteem. Elke keer dat jij iets eet of iets drinkt, zoals sap of cola of koffie. Is ook weer, Moet je immuunsysteem weer aan. Dus dat wil je ook voorkomen. Dus die wil je ook af en toe gewoon tot rust brengen. Um, en er zijn nog heel veel redenen waarom dat beter is. Maar. Af en toe ook gewoon een aantal uren niet eten. Dus bijvoorbeeld je eet tussen 12 en 8, noem maar wat, 12 uur s middags en 8 uur s avonds of tussen 9 en 6. Maar dan eet je ook heel veel uren niet. En dat doe je eigenlijk al als je slaapt, maar ook de uren daaromheen wil je dat doen. Dat is gewoon heel gezond. Heel, heel kort uitgelegd: zorg dat je veel beweegt. Je hebt uh, de Blue Zones, heb je daar wel eens van gehoord? Mm -hmm. Dat vind ik heel interessant. Dan hebben ze gekeken naar verschillende delen in de wereld waar mensen ja. oud, gezond oud worden? Ja. Dat is heel belangrijk, gezond oud worden. Ik ben Guy aan het lezen, wat ja. gaat erover? Ja. super tof. Wat is de overeenkomst tussen al die groepen mensen? Um, waarom blijven ze dus actief, gezond ja. dat is een daarvan is blijf actief en je hoeft geen marathon te lopen en je hoeft niet zwaar gewicht te heffen of crossfit te doen, of het is allemaal leuk als je het leuk vindt, maar gewoon simpele beweging. En dan zagen ze de geitenhoeders in, in Griekenland, ja, die zijn hun geiten aan het hoeden door de bergen. Of de mensen in Japan, dat is dan ook zo'n blue zone, die we zijn aan het tuinieren, dus het hoeft helemaal niet heel ingewikkeld of heel intensief te zijn, gewoon simpel in je ja. tuin. Of wandelen, dat niet de hele dag stilzitten. Stilzitten is heel slecht. Ja. Dus ga elk half uur staan. Ja. Dat is ook een hele belangrijke. Mm. Stilzitten is echt heel slecht voor je. Nou, je vriendin had gelijk, veel water drinken. Alsjeblieft. Die is voor hoe heet ze? Charlotte. Deze is voor Charlotte. De tip: um, zorg dat je basis van je voeding uit uh, ja, planten bestaat. Dus eet veel groenten eet veel uh, ja, planten. verschillende planten kleurtjes. Voor de verschillende kleurtjes. Eet eat the rainbow. Zwanger. Yeah. Yeah. Hey. Ja, maak er, maak er maak een uh, portret van als je kookt. Dus je moet gewoon kijken of er zit ja. een beetje groen, Iets een moois. beetje rood, ja. beetje geel. Oké. Oh, ja. Okay. ja. ja. Hmm. ja dat is dat inderdaad. Ja. Um, ja, ik ben een fan van van koude training. Uh, kijk nu. Dat is wel leuk, want ik, ik promote dat altijd, altijd heel erg. En ik ben een grote fan van Wim Hof. Mm -hmm. van wij hadden... Casper. Hadden, ja, Casper ja. hier. En we, die komt hier binnenkort weer. Een keer. Oh, leuk. Ja, Casper ja, is uh, heel leuk. Ja. En die kan ook heel leuk vertellen. Uh, maar uh, ik ben een, Kasper groot... was een rapper. Vroeger wist je dat. Nee. Nou, zie. Ik wist wel dat hij was. Ik wilde was. jou ook graag iets leren Wat van leuk. Ja, uh. Oh, dat grappig. Nee, ik wist wel dat hij muzikant was, maar niet een rapper, wist ik niet. Ja, koude training vind ik gewoon een hele mooie, mooie tool. We zijn natuurlijk gewend om, we willen onszelf pamperen. En als we het te warm hebben, gaan we in de airco zitten. En als we het koud hebben, gaan we doen we de verwarming aan. Uh, we willen het niet oncomfortabel hebben. En juist als je wel oncomfortabel wordt, dus door die kou op te zoeken of door een keer goed te zweten of door jezelf een keer uit te putten met een goede training, door een keer niet te eten, uh, daar word je sterker van. En op het moment dat je alles maar in dezelfde temperatuur doet of uh, nooit eens een keer uh, jezelf uitdaagt om een keer honger te hebben, door een keer te vasten, dan uh, wordt dat lichaam. Uh, verleert dan heel veel dingen. En door koude therapie leert je lichaam om ja, goed, met, goed zelf met temperaturen om te kunnen gaan. De thermoregulatie wordt dan gewoon ja. goed. Dus dan kun je beter met verschillende temperaturen omgaan. Okay, Alleen sorry. nu, nu het heel warm is. Moet je dat beter niet doen. Zoals vorige week dat het echt een hittegolf was. Als je dan koud gaat douchen, krijg je het echt super heet. Poriën dicht en uh, dan hou je al die warmte. Ja, in. want dan gaat je lichaam ah. gaat zichzelf verwarmen. Dus ja. krijg je het nog heter. En ja. een vriendin van mij, die ook bij mij traint, die, uh, nou ja, die doet ook al vast en koude training. Dus die had tegen haar man gezegd. oh, maar je hebt, hebt zo'n last van de hitte. Je moet even goed koud douchen. Ja, ja, ja. En op een gegeven moment zei ik tegen haar: Jij, alleen nu moet je het niet doen, dat nee. koud douchen. Oh, zo niet. Dat ging ik het uitleggen. Ze zei: shit, ik heb die tip aan mijn man gegeven. Maar je kunt <laughs> wel koud douchen en warm af douchen. Ja, dat kan wel. Ja, maar niet koud de douche nee, uitstapt. Maar dit nee. is, dit is, deze, deze persoon gaat nooit naar de sauna. Want dat is soort tip nummer nee, één. De sauna s'avonds. Want hoofdpijn komt daar ook van. Ja, ja klopt. Ja. En, maar zij zei dus: Oh, ik had dat gezegd tegen mijn man. En die werd helemaal niet goed naar die koude douche. <laughs> en zweten. Maar nou snap ik het nu. Jij dat uitlegt. Dus, dus dat. Had ze een uh, goede levensverzekering misschien. <laughs> Oké, okay, wacht, wacht, ik heb ook weer, vra weer vragen. Kom je nou met een, nog ja, een tip, ja, twang, serieus? Met... Ja, cool. Meteen, dus na sauna, stort water. Ja. Ik, had, ik dacht dat ik laatst rechts hoorde dat dat het nee, niet goed is. Wel goed voor ja. je bloedsomloop en zo. Gewoon storten. Ja, ja of in een dompelbad. Ja. Maar als je het niet gewend bent, kun je ook beginnen met gewoon rustig afdouchen. Maar het is niet zo dat je. Want ik heb gehoord dat die klap heel heftig is. Als, als je, je het niet gewend zijn... bent, dan kan je beter heel rustig doen. Hè? Dus echt vanaf ah, je vingers. En, maar ja, als je dat vaker doet, dan kan je dat prima handelen. Oh, is super top. Alleen, eh, maar dus nogmaals, niet, niet als je dus de sauna verlaat zonder af te douchen. Dan moet je niet koud uh, afdouchen. Ja, ja, okay. want, dan, uh, want dan krijg je hoofdpijn later. Of als je, wat, wat ook gebeurt als je in de sauna gaat en um, je doucht wel, maar je neemt je hoofd niet mee, kan je ook heel erg hoofdpijn hebben. Ja. Want dan blijft dat hoofd warm. Ja, ja. ja precies ja. Dan heb je wel eens dames die willen hun haar netjes houden? Maar dat gaat niet als je naar de sauna <lacht> gaat. <lacht> Serieus waar. Um, dus ja, en ik denk ook een hele belangrijke tip. Um, Doe dingen die je leuk vindt. Geniet. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Mensen zijn soms zo druk met. En ik wil gezond eten. En ik moet dit en ik moet ja. dat. En er moet van alles. Maar um, ja, zorg ook dat je gewoon het leuk hebt. En dat je leuke dingen doet. En dingen doet waar je van geniet. Ja. Ja. Dat is, wel, dat is wel een tricky one. Ja. Want toch, want in de ja, dingen die je leuk vindt, daar kunnen ook hele giftige dingen tussen ja, zitten. Ja, ja, want dat is natuurlijk heel vaak een excuus die mensen dan gebruiken over het gezond eten. Pizza, ja. ja. <laughs> nee, maar dat ze dan zeggen, ja, maar je moet wel kunnen blijven genieten. Ja, precies. Ja, ja. denk ik, ja. Ja, oké. Je moet wel af en toe lekker dingen doen als je daarvan geniet. die ja, Niet ja. zo gezond zijn, maar het moet wel in balans zijn. Ik blijf...